tussen de 4 en 6 maanden gaan kinderen wennen of baby's wennen aan meer vast voedsel. En vanaf 1 jaar of 1 kunnen ze eigenlijk gewoon met de pot mee eten. En dat doen veel kinderen ook. Mm-hmm. En dan worden ze een heel klein beetje ouder. Maar sommigen is het 1,5, sommigen is het 2 jaar. Dan begint er een beetje, kunnen ze behoorlijk moeilijk gaan doen over eten. Ja. Wat voor problemen ontstaan er dan bijvoorbeeld? De ene week spersiebonen eten en 3 dagen later glasarts zeggen, nee, dat lust ik niet. Terwijl jij dan denkt als rationeel denkend mens, ja. 3 dagen geleden vond je het lekkerste ever. Wat is er aan de hand? Precies. Ja. Ik wil het even met je hebben over wat er dan fout kan gaan in dat leren eten. En wat dat ook betekent op latere leeftijd. Want daar doe jij onderzoek naar ook, onder andere met Generation R. Wat kun je daarover zeggen? Wat wij hebben gezien in een van onze onderzoeken is dat een heleboel kinderen dit dus doormaken. En sommige 1 jaar, 2 jaar, sommige zelfs nog korter. En dat het eigenlijk vanaf 1 jaar of 6 al bij heel veel begint af te nemen. Er is een kleine groep die wel langduriger moeilijke eters blijven. En we zien ook in die groep eigenlijk wel dat die bijvoorbeeld een grotere kans hebben op ondergewicht. Mm-hmm. En dan met name hebben die een lagere spiermassa, een lagere botmassa. Hoe onderscheid je nou als ouder, of misschien ook als hulpverlener, die echt problematische eters in potentie van die gewoon hele tijdelijke problemen? Kijk, als een kind gewoon überhaupt geen groente eet, maar van de 30 groenten die het aanbiedt, eet het helemaal niks. Ja. En dat houdt het ook heel lang vol. Heel lang is 1 jaar, 2 jaar? Ja, of nou, ik zou me na een aantal maanden ook wel denken, daar moet misschien wel eens iets aan gebeuren. Want je krijgt ook gewoon patronen op een gegeven moment. Dan gaat het misschien niet eens meer zozeer om die groenten. Maar dan is er een patroon ontstaan. Ja. En dat kan als ouder ontzettend lastig zijn om dat te doorbreken. Want vaak is er dan ook al een ontzettende strijd aan tafel ontstaan. Kom dan nog maar eens tot een gezellig avondeten waarin gewoon goed wordt gegeten. Want de vraag is dan, hoe komt het dat mensen iets niet lusten? In het overgrote meerderheid van als mensen iets niet lekker vinden, is het toch een kwestie dat ze er of een nare ervaring mee hebben. Ja. Een keer ergens heel ziek van zijn geworden. Of dus inderdaad gewoon overgevoelig zijn voor bijvoorbeeld een bittere smaak. Spruitjes, bloemkool, witlof zijn er mooie voorbeelden van. De een proeft dat gewoon beter dan de ander. Wat kun je dan doen om dat te overschrijven? Nou, voor een heel groot deel is het gewenning. Dat is niet het onderzoek wat ik zelf heb gedaan, maar het zijn leuke experimenten van collega's in de wereld. Die bijvoorbeeld hebben laten zien dat er bepaalde groentes zijn, zoals wortel of doperwten, die kinderen eigenlijk onmiddellijk gewoon accepteren. Mm-hmm. Het is vaak een beetje zoetige smaak hebben die. Maar dat de wat bitterdere groentes, dat daar een soort gewenning in optreedt. We hadden er een leuk plaatje van. Maar... Oh, kijk, hier is die. Ja, de bovenste lijn is een lekkere groente. Die wordt bij de eerste blootstelling eigenlijk meteen gewoon goed gegeten. En de andere groente is, vul het zelf in. Iets wat, bijvoorbeeld broccoli. Bijvoorbeeld broccoli, ja. Wat je, als je dat heel lang niet hebt gegeten of nog nooit hebt gegeten, dan denk je, dit vind ik niks. Maar als je dat wat vaker voorschotelt aan een kindje binnen niet al te lange tijd, dan zie je dat het dus wat meer gaat eten ervan en uiteindelijk op een niveau uitkomt als een groente die wel lekker goed. Dus heel dom om te denken bij je dochter, zoals wat had ik. Ik dacht, ze lust dit niet zo goed en dit vindt ze heel lekker. Ja. En om maar te stoppen met het aanbod, blijven aanbieden. Blijven aanbieden, probeer ze te laten proeven. Andere tips nog, of do's en don'ts? Ja, ik denk dat het ook vooral een kwestie is van structuur bieden, wat ouders heel goed kunnen doen. Dat er bij elke maaltijd bijvoorbeeld wat groente zit. En als het de ene avond niet en de andere avond wel, of de ene avond wordt er überhaupt niet warm gegeten, dan ontstaan er ook patronen weer waarvan kinderen kunnen zeggen, ja, maar gisteren hoefde ik het toch ook niet, dus waarom vandaag dan wel? En maak er vooral geen strijd van, zou ik zeggen. Dus wat je absoluut niet moet doen is, hè, dat volle bord, dat jeugdtrauma er even bij, vol bord moet spruiten en gewoon blijven zitten tot je je bord leeg hebt. Werkt niet. Nee, daar zijn ook wel weer onderzoeken naar gedaan. Dan wordt inderdaad de aversie eigenlijk alleen maar groter. Zijn er meer dingen die absoluut, er wordt vaak een beetje een soort geen toetje, wel toetje, daar een soort iets lokkertjes in het vooruitzicht? Ja, nou, lokkertjes in het vooruitzicht kan je eigenlijk beter niet doen, want dan krijgt dat een hele grote waarde. Dat is, toetjes hebben toch vaak ook iets zoets.
Dus zijn sowieso al, zijn al geliefder. Maar als je het dan ook nog eens brengt als beloning, dan wordt het een mega ding. Ik kan eigenlijk beter zeggen, een toetje hoort er gewoon bij. Het is ook niet zo dat dat bord eerst leeg moet voordat het toetje erbij hoort, bij mag komen. Eet iets. Vraag ook aan kinderen zelf. Wat zou je zelf oké vinden om te eten? Kinderen eten dan veel beter. Oh ja. Maar dat toetje, ja, houdt gewoon als onderdeel van de maaltijd en niet als beloning.